Ook al weet je niks van sporten. En weet je helemaal niks bijvoorbeeld ook van 3-3 basketbal. He? Dat hoeft ook helemaal niet. Want iedereen die zat te kijken, ja, naar die finale tussen Nederland en Frankrijk. Elke kleuter snapte dat daar iets bijzonders aan de hand was. Ja, de finale van een niet-basketballand zoals Nederland, totaal niet. En die spelen daar dan onder de Eiffeltoren in het Hol van de Leeuw tegen Frankrijk. En die krijgen het dan voor elkaar om werkelijk met een bal die gegooid wordt vanuit een andere postcode. Nederland won en pakt goud. En ja, dat kon je allemaal wel volgen. Maar niet bij de NOS. Dat besef was daar niet. Nee, die lieten even wat juichen zien. En nog even een paar van die spelers. En toen horen wij die commentator die terecht uit zijn dak ging. Die horen we zeggen, ik hoor in mijn oortje, stop er maar mee, want we gaan naar Dione. Alsof wij zitten te wachten als kijker op dat moment op Dione de Graaf. Nee toch, het zal toch niet waar zijn? Nee, dat is het laatste waar wij aan zouden te denken. We waren als kijker zaten wij in het moment. Wij waren helemaal bezig met het succes wat daar was. En we leefden helemaal mee. We wilden elke emotie die daar was, die wilden we zien. Ja. En niks anders. Nee, we schakelen naar Dione. En die zit daar dan met een of andere springruiter en Epke Sonderland die allemaal verlepte succesverhalen gaan vertellen. En daar zitten wij, er zit niemand op te wachten. Het is toch ook wat bij die NOS daar. Flexibel nadenken en denken van, oh nee, hier moeten we blijven. We gaan hier niet uit weg. Het zijn we daar bij die NOS toch ook een stelletje sportambtenaren.